In Nederland hebben zo'n 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen en schrijven. Om hier extra aandacht voor te vragen, is het deze week de Week van Lezen en Schrijven. Ook op het ROC in de Nijmeegse wijk Hazekamp wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. Moeite hebben met lezen en schrijven uit zich in de alledaagse bezigheden. Niet alleen het lezen van een boek, maar bijvoorbeeld ook bij het werken op een computer of bij telefoongebruik. Veel mensen die hier moeite mee hebben, proberen dit te verbergen voor hun omgeving. Vaak denken mensen van, ja, ik ben stom of ik ben dom. Ja, en die hebben toch het idee van, ja, jeetje, ik zou dat allemaal gewoon moeten kunnen. Iedereen kan dat, waarom kan ik dat niet? Ik ben dom. Maar met dom zijn heeft dit natuurlijk niets te maken. Eigenlijk ben je juist heel erg slim, want je hebt je vaak al heel erg lang weten te redden. Terwijl je eigenlijk moeite had met een van die vaardigheden. Schaam je er niet voor en ja, ga er gewoon nog iets aan doen. Om deze schaamte te verminderen is het belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken. Iets waar deze themaweek juist aan bijdraagt. Ja, wij als ROC hebben veel workshops gegeven, trainingen in het herkennen en doorverwijzen van mensen met beperkte basisvaardigheden. In Wijchen is er een convenant ondertekend. Dat wil zeggen dat een aantal instellingen, instanties, maar ook de gemeente samen een handtekening hebben gezet van wij gaan dit thema samen aanpakken. Daar maken we ons hard voor. Ja, en natuurlijk in heel Nederland wordt er natuurlijk heel veel gedaan door bibliotheken. Hè, want de bibliotheken die houden zich ook bezig met deze doelgroep. Laaggeletterdheid aanpakken is niet iets dat alleen bij de persoon zelf ligt. Juist iemands omgeving kan bij uitstek helpen om iemands taalvaardigheid te bevorderen. Dus het zou ook heel mooi zijn als een werkgever, maar ook de scholen, de schuldhulpverlening, de gezondheidssector, dit thema heel duidelijk op de kaart hebben. Dat zij het gesprek ook aan durven gaan en dat zij dus in een mooi contact deze mensen ook de weg naar een cursus kunnen wijzen.